Hoi en welkom bij weer een nieuwe video. In deze video ga ik deze twee producten van de Action uittesten. Allereerst hier deze Art Journal. Deze is 21 bij 21 centimeter. En ik kwam deze gewoon per toeval tegen bij de schilderspullen. En die lag maar in de winkel voor €1,99. Allereerst hier heb ik dus aan de zijkant een envelopje waar je wat kleine dingetjes in kan bewaren. Lekker vintage staal. En daarnaast heb je dus een papieren blok. En niet zomaar een papieren blok. Nee, aquarelpapierpierenblok. En dit papiergrootte is net zo groot als mijn huidige bullet journal. Dus daarom sprak ik het me daarom ook echt meteen aan. Het papier heeft op de ene kant een structuurtje en aan de andere kant niet. En aan het einde van de journal is eigenlijk gewoon helemaal niks te vinden. Er zat nog wel deze rare label omheen. Dat stikje verwijderen was iets moeilijker dan verwacht. Maar al met al ziet het in ieder geval als goede kwaliteit uit. En naast deze schilderspullen vond ik ook deze kleine aquarelbox. Het doet me heel erg veel lijken op boxjes die ik hier al een keer eerder op dit kanaal heb uitgeprobeerd en heb getest. En ik dacht, waarom ook niet deze? En deze is ook €1,99. In totaal zitten hier best wel wat kleuren in en het was inclusief een brush. Nou, de brush is drie keer niks. Allereerst, hij is super klein. Hij is echt heel erg klein. En hij hecht niet vast. Nou, dus voor deze video ga ik in ieder geval niet de brush gebruiken, maar gewoon een van mijn eigen brushes. Dus laat ze even gaan uittesten weer op papier. Op het eerste gezicht zien de kleuren er best wel waksig uit als ik er water overheen doe. Maar we zullen eens zien of deze 18 kleuren ons wat leuks teweeg brengen. Ik had niet heel veel water nodig om de kleur te transferen over naar het papier. Maar ik moet wel zeggen dat de bepaalde kleuren me echt tegenzaten. Als je kijkt naar wat de kleurenblok zelf aangeeft en wat er op papier komt, komt het niet overeen. Ik weet niet of dit komt dat er toch nog echt iets van een wakslaagje overheen zit. Ik ga er expres extra lang overheen met mijn brush, maar sommige kleuren willen gewoon echt niet. Jullie weten, ik hou van om verf te gebruiken in mijn journal. Ik hou ervan om zo creatief mogelijk te zijn en ik denk wel dat dit een paletje is wat goed is om mee te starten, om het uit te proberen voor jezelf een keer. Maar dat je wel vooraf de juiste verwachting moet hebben over de kleuren. Want die vind ik persoonlijk tegenvallen. Al met al zijn ze best wel gepigmenteerd op de pagina zelf. Alleen wat mij vooral tegenspreekt, tegenzit, laat ik het zo zeggen, is dat heel veel van de kleuren al hetzelfde eruit komen te zien. Heel veel lijken eerder geel dan groen van de groene, als ik heel eerlijk ben. Maar ja, dat terzijde, er zat vooraf een kleur swatch ding in en let's be real, ze komen bijna geen enkele komt overeen. Degene wat aangeeft dat het rood is, komt meer over als oranje. De blauw zou heel donkerblauw moeten zijn. Is bijna niet zichtbaar. Leuk beginnerspaletje. Maar ben je wel vaker bezig en on the go, is het een aanrader. Maar hou er rekening met dat de kleuren zelf sowieso minder zullen zijn dan dat het doosje aangeeft. Wel snel droog trouwens. Dat was het weer voor deze video. Hopelijk vond je de video leuk. Als je hem leuk vond, vergeet hem dan vooral een duimpje omhoog te geven. En wil je deze video's vaker zien, doe je ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!